allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Jullie denken, wauw, Jamie, zit ik nou naar een vlog te kijken van je? Nope. Een uur geleden is wel gewoon de vlog online gekomen, dus maak je daar geen zorgen over. Dit is gewoon een extra video, omdat ik dit idee had en ik het graag aan jullie wilde showen. Vandaag laat ik jullie mijn favorieten zien. En jullie denken, beautyproducten? Nee, mijn favoriete YouTubers. En dat zijn er een heleboel. Dus ik heb een selectie gemaakt van een aantal YouTubers die ik elke dag kijk. Als ze een vlog hebben geüpload. En ben je benieuwd wie dat zijn? Kijk gauw verder. Ik heb er een kort beeld bij. En de naam van de YouTubers staat er natuurlijk ook bij. En Bios, veel kijkplezier. Bios, even iets warmer, want het is... Kijk dat daar. Oh my gosh. So pretty. Oké, en deze jas is wat warmer. Het is een beetje fris in de Bios. En gewoon hetzelfde, maar dan zo. Oké, we gaan nu naar de Bios. We gaan naar de spui. Hopelijk kunnen we nog een goed plekje vinden. We gaan dus naar Fashion Chicks, waar ik dit speel. En even met Fofie en mama kijken. Goedemorgen. Dag zaterdag. Ik heb heel de nacht gewoon lekker door kunnen slapen. Ik voel me nog steeds niet optimaal. Ik heb een brandvlek hier. Gisteren van de foto. Die zag ik vanochtend pas. Echt heftig. Outfit is van Kam. Kun je het fashion? Ik denk ik ook nu. Nu heeft hij allemaal plakkers van mij op zijn wang. Ik durf dat nog niet. Daar ben ik nog too much. Misschien over een paar weken. Ik ga ervan stotteren. Maar vind ik wel, ja, ik vind het heel leuk. Mooi, ik vind ook jullie allemaal heel aardig. Dat mag gezegd worden. Oké, okay. Nou, ja, oh, nog speelgoed. Maar ik heb geen kerstspeelgoed. De Primark baat is binnen en er is ook nog een pakketje geleverd van Lofies, want ik mocht iets uitkiezen. Dus dat is er ook, superleuk. Ga ik, ik vind het op zich wel fijn, maar ja, ik vind ja, echt sociaal dat je gewoon lekker zo om je heen kan slaan en zelfs als een soort van deken is kan gebruiken. Dat vind ik toch net even ietsje fijner. En ik ga binnenkort naar Londen. Ja, zo twee keer in de week. Echt hè? En wat wij gaan doen, let op, wij gaan hier in. Hier is een photobooth. En daar gaan wij samen naar. Mogen wij? Alweer? Ik ben nog niet geweest. Vaak echt waar? Op andere feestjes dan? Allemaal op beeld. Dat is leuk. Oké, let's go. Komt ie. Oh, oh, oh. 1. Oh, kut. Oog dicht. Wie je ogen dicht? Oh nee, ga ik dat is superleuk, hè. Als er vandaag wat te filmen valt, film ik het ook, want het is toch wel een beetje promotie voor dat en school vindt dat waarschijnlijk niet erg. Maar ik zal vandaag voornamelijk bezig zijn met gewoon achter de schermen dingen regelen. En dan zien we wel. En ik ga zo eten maken. Weet je wat ik ga eten? Hoe? Weet je? Dat is wat mij te bedenken hoe die wilt gaan liggen. Oh, valt hij nou om? Ja. Hey, kijk hem daar liggen dan, Doekie. Toetje of een lunch of zo, dus je komt niet weg met gewoon een broodje. En wat wel handig is om te weten, is dat je kruiden en specerijen niet hoeft te kopen. Dus bijvoorbeeld zout, een bouillonblokje, maar ook wat sojasaus. Net te weinig op. Dan gaan we door. Ik pak weer even mijn lijstje erbij. Ook een punt wat heel erg leuk was, was Harrods. Harrods, misschien hebben we er wel van gehoord, is een heel groot warenhuis. Echt mega luxe. Voor wie zich nu afvraagt of ik echt zo ben, ja hoor, dit is voor mij volkomen normaal. Dus ik ging bij Tessa kijken en ik dacht, oh wat een mooie vlag, Tess. Een paard, wat mooi. Maar het was een paard. Dan is het pas goede kunst als je denkt, hé, ik zie helemaal niet wat het is op de tape. Een ledscherm. Een ledscherm. Oh my god, dit is zo leuk. Ik ben inmiddels thuis, zoals je kan zien. En Peter, mijn manager, belt net dat hij is gebeld door Carlo's TV Café. Of ik daar aanstaande zondag... Het is gewoon een soort van een tracking. En ik heb deze maat M gewoon gekocht. En hij viel op zich, er zit gewoon stretch best wel in. Niet heel erg, maar ik denk, deze moet ik wel passen. Zo niet, dan ga ik... Einde van de video. Ik bedank jullie voor het kijken. Na deze video doe die dikke duim omhoog. Vergeet niet te abonneren hieronder de video. En dan zie ik jullie morgen weer bij een nieuwe Vlogmas. Dus tot morgen. Doei doei.